Vandaag ga ik jou laten zien hoe jij deze fotohouder zelf kan knutselen van karton, papier en van duct tape. Ik ga je nu eerst met een filmpje laten zien hoe jij dit dus kan knutselen. Alleen ik gebruik dus een ander filmpje ervoor met andere kleurtjes. En dan laat ik je dus nu vast zien met welke kleurtjes ik dit heb gemaakt. Ik heb dit gemaakt met zwarte duct tape, gewoon gekocht bij de Gamma. Als ik dit erbij pak, zie je dus dat de binnenkant is dus zwarte duct tape. En ik heb bij een hobbywinkel heb ik hele mooie, ja, een soort schaakpatroon. Mijn zoontje vindt het meer op een finish lijken. En ik heb ook een metallic duct tape gekocht. Dus dit zijn de kleurtjes die ik heb gebruikt. En dan ga ik je dus nu eerst met een ander filmpje met andere kleurtjes laten zien hoe jij dus deze fotohouder in elkaar kan zetten. Oké, nou, ik ga dit gewoon doen met een groot stuk karton. Ik heb ik ben gewoon naar de Albert Heijn gegaan. Ik heb een doos gepakt en dit is één kant van de doos en daar ga ik het gewoon mee doen. Dus ik zou zeggen, heb je geen doos in huis? Nou, ga naar een supermarkt waar jij een doos mag meenemen. En pak daar gewoon een groot stuk van. Je hoeft niet even groot als die van mij, maar ik wilde hem gewoon zo groot hebben. Nou, wat ik dus nu ga doen is de doos door de helft. Ik heb hier een print, dus dit wordt de binnenkant, want vaak schijnt het door de binnenkant. En dat wil ik dus niet. Ik ga hem gewoon zo door de helft vouwen. Zo. Nou, en dit wordt hem dan dus. Als ik hem gewoon zo vouw, dan wordt dit dus mijn fotohouder. Dus wat ik nu ga doen is gewoon beginnen met de binnenkant te versieren. En die ga ik dus beplakken met duct tape. Oké, nou, omdat de binnenkant niet echt een speciale kleur hoeft te hebben, ga ik hem gewoon met zwart doen. Nou, gewone grijze duct tape kan natuurlijk ook, maar ik ga het gewoon hiermee doen. Ik hoop dat ik genoeg heb, anders dan zal ik het inderdaad moeten afmaken met grijs. Ik hoop het wel. Oké, nou dan gaan we gewoon zo beginnen. Ik begin hier, omdat die laatste twee plakken we op elkaar. Oké, wat ik dus de hele tijd doe is opplakken. Die sla ik dus over, want die doe ik helemaal op het laatst. Opplakken en dan de twee zijkanten gewoon wegknippen. Ja? Ik ga de camera uitzetten en dan ga ik dit hele stuk zo beplakken en dan kom ik weer bij je terug. Zo, kijk, ik heb hem al helemaal beplakt op deze laatste twee strookjes na. Nou, dat komt omdat als we hem zo dubbel vouwen, dan plaatsen we deze twee stroken zo op elkaar. En dan gaan wij dus nu de binnenkant beplakken en dan plakken we dus gelijk zo aan elkaar vast. Ik ga eerst even meten. Zo. Dan gaan we het weer dubbel vouwen. Zo. Ik denk dat het eerst even makkelijker is als ik hem tijdelijk even vastplak met een klein stukje wat ik over heb. Dat maakt het straks een stuk makkelijker. Anders schiet het los. Zo, plak ik deze kant. Zo. 1, 2. Een stuk makkelijker. Zo, ik moest hem even uit elkaar trekken. Ik had hem eventjes per ongeluk in elkaar gedrukt. Dat is een beetje zonde. Zie je dat? Nou zit er een kleine
zie een beetje dubbel gegaan. Nou, het is toch de binnenkant, dus dat vind ik niet zo erg. Als de buitenkant was geweest, had ik een nieuw stukje moeten knippen. Oké, ik ga er zo in. En dan ga ik hem even op de juiste plek plaatsen. Ga ik je het je zo meteen laten zien. Ja, kijk. En dan hier vouw ik hem zo naar beneden. En aan de andere kant ook. Zo. Nou, ik zet even de camera uit en dan ga ik er nog een laagje in doen. En daarna zet ik de camera aan en gaan we aan de buitenkant beginnen. Zo, ik heb de binnenkant helemaal nu zwart gedaan. En dan gaan we dus nu aan de buitenkant beginnen. Kijk, hier zit hij netjes dichtgeplakt, de randen. Nou, dan gaan we nu aan de buitenkant beginnen. Die gaan we roze maken. Zo, kijk. Oké, wat we doen is, ik zal het je zo goed laten zien. Ik ga hem een stukje uit laten steken, zodat hij wat mooier in het midden pakt. Even kijken, heb ik hem goed gedaan? Een beetje schuin. Zo. Kijk, hij steekt een beetje uit, zie je dat? Zodat hij wat mooier eromheen past. Als jij namelijk hier in het puntje begint, dan zul je straks het kartonnetje een beetje zien. En dat is dan een beetje zonde. Zo. Kijk, zo. Nou, wat ik hier ga doen is dit stukje inknippen. En dan ga ik dit... Zo, naar binnen duwen. Eerst aan de ene kant. Even kijken hoor. Een beetje proppen. Zonder dat het aan elkaar plakt. Zo. De ene kant. Oh nee, toch de andere kant ingedrukt. Niet zo handig voor mij. Oké, andere kant. Zo, nou, even kijken of ik deze kant kan redden. Zo, ik ga hem inknippen. En dan gaan we hem weer naar binnen werken. Zo, eerst de ene kant. Die naar beneden houden. Zo. En dan de andere kant. Zo. Mooi. Oké, en dan ga ik hem nu helemaal vol plakken. Ik ga hier steeds plakken en dan de randjes netjes naar binnen. En dan plakken en de randjes netjes naar binnen. Plakken, de randjes. Net zoals ik hier net dat hieronder heb gedaan. Hier heb ik ook de randjes naar binnen gedaan. Zie je dat? Oké, ik zet de camera uit en ik ga hem vol plakken. En dan kom ik weer bij je terug. Zo, ik heb hem helemaal beplakt. Hij is helemaal klaar. Nou, onderkant heb ik niet helemaal beplakt. Dat heb ik gewoon zo gelaten. En dan gaan we nu meten. Ik heb van ijzerdraad, kijk, van een stukje ijzerdraad, heb ik even twee rondjes gedraaid. En dat heb ik dan met een kniptang heb ik dat geknipt. Vraag dan dus even aan je ouders of zij dat voor je zouden willen doen. Van twee stukjes ijzerdraad even twee rondjes knippen. Dan... pak ik een stukje papier en dan ga ik even perforeren. Ik ga even gewoon gaatjes inmaken. Zo.
En dan ga ik hier het midden een beetje opzoeken. Even kijken. Iets omhoog. Zo. Ietsje hoger. Is dat makkelijker? Ja, hier. Nou, wat ik dan ga doen is... een prikpen. En dan prik ik gewoon een gaatje erin. Zo. Iets verder er doorheen. Hoppakee. Andere kant ook. Zo. Allemaal lijm van de duct tape. Dat ga ik ook aan de andere kant doen. Even zorgen dat het een beetje recht staat. Even kijken. Dat ik hier niet een beetje scheef ga zitten ineens. Gewoon goed kijken dat ik een beetje... Zo, een klein beetje scheef is niet zo heel erg hoor. Ja. Dan, huppakee. Andere kant ook. Nou. Dan gaan we nu een beetje proppen. Hij is dus nog gewoon open. Ik ga dus aan de ene kant één zo'n stukje erin steken. En aan de andere kant ook. Zo. Hij hoeft er nog niet helemaal vast. Dat doen we straks pas als we alle mapjes erin hebben. Zo. Nou, dat is één. Ik doe de camera uit en ik doe hetzelfde aan de andere kant. Gewoon erin proppen. Eén aan de ene kant, één aan de andere kant. En dan kom ik weer bij je terug. Zo, kijk. Nou, ik heb ze nog niet vastgezet, want we moeten de mapjes er nog in doen. En dan ga ik ze daarna vastzitten. Nou, dan ga ik je nu laten zien hoe ik de mapjes heb gemaakt. Hier zie je een tekening in van mijn jongste zoontje. Die houdt van robots tekenen. En dit was zijn vaderdagscadeau, dus een robotje van hem. Ik heb de mapjes heb ik dus eerst gemaakt met transparante tape. Ik ben begonnen met hele dikke transparante tape. En dat was op een gegeven moment op na, ik denk, zo'n 5 mapjes. En ik wilde er nog 2. Dus toen ben ik weer naar de Gamma gegaan. En daar heb ik een andere gekocht die veel goedkoper is. Maar dat werkt ook heel anders. Dus dan kan ik je nu gelijk het verschil laten zien. Dit is gemaakt van transparante tape, gewoon gekocht bij de Gamma, maar dan wat duurder. Die was iets van €8,75. En ik heb het afgemaakt met deze en die ga ik je nu ook laten zien. En voor €8,75 had ik 3 van zulke rollen, dus ik denk van nou, het is een poging waard. Dus dan kan ik je heel mooi in dit filmpje ook gelijk het verschil laten zien. Oké, ik heb een papiertje geknipt voor hoe groot ik... het transparante gedeelte van het mapje, hè? Dus het bovenste gedeelte, dit zo groot wil ik het ongeveer hebben. Dus ik heb een papiertje voor mezelf geknipt waarmee ik het kan gaan meten. Vervolgens heb ik een klein latje gemaakt met, het is eigenlijk een strookje papier. En dat heb ik aan beide kanten beplakt met duct tape. En dat is erg handig om zo'n mapje te maken. Ik gebruik het eigenlijk bij bijna al mijn duct tape werkjes. Omdat het heel handig is. Je kan duct tape op duct tape even plakken om te knippen. En dan heel simpel ervan van af te trekken. Dus dat ga ik je nu laten zien.
Ik heb hem afgemeten, dus hij is precies zo lang als ik het wil hebben voor mijn mapje. Goed, dan ga ik je dan laten zien hoe het werkt. Nou, dit is dus het verschil met het wat duurdere transparante tape. Die is zo dik, dat scheurt dus niet af terwijl je hem eraf trekt. En ook niet bij het knippen. Dus dat is al meteen een kwaliteitsverschil. Kijk. Zo. Zie, dit kan ik dus nu al niet gebruiken. Dus dit moet eraf. En dat is dus het verschil tussen de goedkope tape en een wat duurdere transparante tape. Nou, dan ga ik hem op mijn strookje leggen. En ik probeer hem ongeveer het midden. Zo. En dan knip ik dit af. Nou, dan pak ik nog een stuk. Hopelijk zonder te scheuren. Ik meet het ongeveer af. Oké, nou komt het lastige gedeelte. Ik moet hem proberen zo goed mogelijk hier op te leggen. Zonder al meteen te blijven kleven. En het moet dan zo recht mogelijk. Dus het duurt even, want ik zit er een beetje schuin voor. En niet recht erboven. Dus het is even lastig voor mij. Zo. Ja, ik ben inderdaad een beetje schuin gegaan. Nou, dat kan nu even niet anders. Normaal zit ik er recht boven en dan gaat het een stuk beter. Maar nu zit ik schuin erboven, dus het lukt even niet helemaal recht. Maar dan kan ik je in elk geval de bedoeling geven, zodat je weet hoe je het moet maken. Ik heb hem nu omgedraaid, dus nu zit het plakrandje. Kijk, ik had hem zo opgeplakt. Nou, dit is dus geen plakrand. Die zit aan deze kant. Dus ik draai hem iedere keer met het onderste deel van het plakrandje naar boven. Zodat ik steeds een stukje erop kan plakken. Zo, en dan draai ik hem weer om. Plakrandje hieronder weer naar boven. En zo ga ik door. Ik zet even de camera uit en ik ga dus steeds plakrandje maken, omdraaien. Plakrandje maken, omdraaien. Plakrandje maken, omdraaien. Totdat die lang genoeg is, even lang als mijn blaadje. Dan zet ik de camera weer aan en kom ik weer bij je terug. Oké, ik heb hem nu helemaal gemaakt. Ik ga dus nu weer het blaadje erbij pakken. En dan gaan we hem netjes afknippen. Wat ik eerst doe is hier vanaf knippen. Zo. Dan kan deze er weer af. En dan hou ik dus mijn strookje dus netjes. Dan ga ik hem even afmeten met mijn blaadje erbij. Even kijken, ik zie dat ik hem hier niet op een derg geknipt. Oké. Zo. Ga ik even goed erop leggen.
Zo. Ik pak er even een paar, zodat ik bij het knippen dat die even niet losschiet. Dat kunnen we straks zo weer aftrekken. Zo. Nou, prima. En dan gaan we hem netjes recht knippen. Zeg maar op de grotere dat ik hem moet hebben. Zo. En dan kunnen we dit er weer afhalen. Zo. Kijk, en dan heb ik het mapje zo groot als dat ik het moet hebben. Nou, ik zal even nu, ik zei al, ik kan het je laten zien als vergelijking. Dit was dus de wat duurdere tape. En dat is dus veel makkelijker. Dan maak je dus veel minder foutjes mee dan de wat goedkopere tape. Dus als je kan zien, dan zie je dat ik ze hier en daar... Dan is het gewoon aan elkaar blijven plakken en kon ik hem niet meer goed trekken. Terwijl met de wat duurdere tape, dan kun je het weer lostrekken en dan kun je het dus weer opnieuw plaatsen. Het enige wat je met de wat duurdere tape last van hebt, is als je de luchtbellen niet helemaal eruit hebt gewerkt. Dus hier kun je het verschil zien. Oké, dan... pakken we mijn rode vel erbij en we gaan hem erop plaatsen. En dan gaan wij dus de zilveren tape gaan we opplakken om het mapje helemaal compleet te maken. Ik ga even nu vast een beetje meten. Zo. Ja. Pakken we mijn een soort metallic. Zo, even goed kijken. Zo. Wat ik nu even ga doen, is deze er even op plakken. Want als ik dan mijn... grijze er zo afknip, mijn metallic randje, dan kan ik dit deel nog gebruiken voor de onderkant. En dat is even handiger als ik dat zo doe. Want als ik het niet doe, dan gaat het misschien door elkaar en is het moeilijker om uit elkaar te trekken. Dus ik vind dit strookje altijd heerlijk werken. Dus ben je ook heel veel met duct tape bezig, dan kan ik je zo'n strookje echt van harte aanraden. Gewoon even zelf maken. Zo. En dan aan de andere kant. Kijk, en nu kan ik het er gewoon zo afhalen. En dan kan ik hem voor deze kant gebruiken. Even goed kijken. Zo. Nou, perfect. Eerst knip ik dit stukje eraf.
Hij is nog iets te groot volgens mij. Dus ik moet hem zo nog even meten met mijn mapje. Eigenlijk is het met duct tape beter als je met een mesje en een snijplankje werkt. Maar ja, voor jonge kinderen is dat natuurlijk erg lastig. En als je het nog niet hebt, kun je je wel behelpen met een schaar. Maar dan moet je wel na elk werkje even je schaar wassen. Dus ik ben iedere keer na elk werkje ben ik mijn schaar aan het wassen met een sponsje, schuursponsje en eigenlijk alles reiniger. Om alle plakrandjes eraf te krijgen. Oké, ik ga even kijken of die zo inderdaad lang genoeg is. Volgens mij heb ik hem. Ja. En dan moet ik hem alleen hier even afknippen. Draai ik hem even om. Kan ik het beter zien. Zo. Nou, prima. Nu is het een kwestie van gaatjes maken. Let erop dat je hem goed naar achteren trekt. Uppakee. En dan kan die in het mapje. Ik heb hem nog hier los, zie je dat? Dus ik kan hem nog steeds los trekken en ik kan hem nog in het mapje schuiven. Ik heb speciaal twee kleuren gemaakt, blauwe kaartjes en rode kaartjes. Dat vond ik wel wat mooier. Is ook leuk, want dan kan ik voor mijn jongste zoontje, als die dan zijn werkjes aan zijn vader geeft, dan kan die dat in de rode mapjes doen. En de oudste kan dan in de blauwe mapjes, dus dat is wel heel leuk. Nou, dan ga ik nu dus deze vastmaken. Ik doe even de camera uit en ik ga eigenlijk aan de binnenkant ga ik duct tape plakken. En hier dus ook aan de binnenkant ga ik duct tape plakken, zodat mijn ijzeren ringen blijven staan. Nou, hij zit helemaal vast. Als je het kan zien, ik hou hem zo omhoog voor je. Ik heb daar dus gewoon met duct tape heb ik de ringen vastgeplakt aan beide kanten, aan de binnenkant. En dan kun je dus nu de fotohouder kun je steeds omslaan. En dan kan je dus iedere keer een andere tekening of een andere foto kan je dan bekijken en dan omdraaien. Ik heb in dit filmpje heb ik je dus laten zien hoe jij de mapjes kan maken met tape. Hè? Gewoon met tape. Maar op zich is er een makkelijker manier en dat is dan met leidsmapjes. Ik heb in een ander filmpje heb ik de mapjes, heb ik ook zo'n fotohouder gemaakt. Maar dan heb ik de mapjes gemaakt van leidsmappen. Deze kun je bijvoorbeeld kopen bij, nou ja, ik weet het niet, een Big Bazaar bijvoorbeeld of een Hema. Dan kun je dus echt een heel pak van dit soort leidsmapjes kopen. Misschien heb je ze zelfs over. Ik zal het filmpje hier voor je linken, zodat je die kan bekijken. Want dat is ook heel erg makkelijk om te maken. Ik hoop dat ik jou een goed idee heb weten te geven. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien hoe jij zelf een leuke fotohouder kan knutselen van karton, papier en van duct tape. Geef dit filmpje een like als jij het inderdaad heel erg handig vond. Wil jij nog meer duct tape ideetjes? Abonneer dan mijn YouTube kanaal. Je kan ook een kijkje nemen op mijn website www.jufjannie.nl.